Hoi, we zijn nu in Rijswijk op de beurs en ik ga even een filmpje voor jullie maken. Ik ga een panda stempelen, die heb ik hier op de tool gedaan. Omdat hij op de tool zit, kan ik hem nog een keertje stempelen. Want hij is niet in één keer goed gelukt. Kijk, nou is hij al wat donkerder. Doe hem nog een keertje en is hij nog donkerder. Kijk eens. Het papiertje waar hij op zit heb ik met deze stans uitgestanst. Dat is een nieuwe van Leane, die is van de week binnengekomen. En ik ga hem nu met Ecoline inkt inkleuren. Ik heb hier een heel klein stukje plastic, daar doe ik de inkt op van de Ecoline pennen. Ik gebruik nu alleen rood en blauw. De blauw dat is de 506. En de rood is de 334. En ik heb hier een waterpenseeltje en daarmee ga ik de inkt pakken. En dan ga ik het plaatje kleuren. Als ik van kleur wissel, neem ik een stukje wc-papier en dan ga ik een beetje heen en weer met het kwastje. Knijp er een beetje in, dan wordt hij wat natter. En dan neem ik de blauw. Zo. Als je een wat lichtere kleur blauw wil, dan laat je er een extra druppel water in vallen. Dan krijg je hem wat lichter. Want ik geef dat buikje een beetje een waasje. Ik veeg even mijn kwast af. Dan veeg ik dit een beetje uit. Dat is misschien ietsjes te donker nog. Dat kan je door te deppen wat weghalen. In een pluisje. Doordat ik hem iets een beetje blauw kleurtje geef, dan lijkt hij niet zo heel vlak. Anders wordt het zo'n platte panda. Valt misschien niet zo erg op, maar... Zo krijg je toch iets van schaduw erin. Dus buik je toch nog ietsjes donkerder. Ik ga hem ook nog aan de onderkant inkleuren, zodat het net lijkt alsof hij op de vloer staat. Hier ga ik nog even met een natte kwast langs, dan veeg de kleur wat uit. Beetje deppen, dat was wel erg nat. Dan heb ik hier een leuke ingekleurde afbeelding. Die ga ik straks op een kaart plakken. Ik ga nog even de randjes een beetje een kleurtje geven.
Wil je nou ook naar het Crea Weekend in Rijswijk komen? Daar ben ik nu op het moment. Het is helemaal niet druk. Er was zelfs een klant die vindt het hier veiliger dan de supermarkt. Dus je kan overal goed bij. Kom gezellig even langs. Je moet wel een kaartje vooraf bestellen. Want, je moet je nou eenmaal registreren. Dat kan via de site van het Crea Weekend. Zo, een beetje blauw randje. Nou, deze ga ik op een kaartje plakken. Misschien nog met een cadeautje erbij. Kaartje zie je later op mijn blog. Doei doei!